Vertellen? Jazeker. De documentaire waar de mensen nou naar kijken, die hebben wij gemaakt omdat het ons erg opvalt dat uitzendingen die gaan over de Nederlandse Volksunie altijd gemaakt worden door de staatsomroepen. En die staatsomroepen die zijn niet altijd objectief. En wij hebben nu gemeente te moeten handelen om dat zelf maar een eigen documentaire te maken waar onze eigen NVU-leden aan het woord komen en sympathisanten, zodat we een wat objectiever beeld kunnen geven over de Nederlandse Volksunie, haar ideeën, waar we wel en niet voor staan. Dus daarom deze documentaire waar jullie nu met z'n allen naar kijken. Ronald, waarom staan we hier op de Grebbeberg? We staan hier op de Grebbeberg omdat het Nederlandse leger hier in 1940 toch met weinig mensen een heel groot leger hebben kunnen tegenhouden. En dan denk ik dat wij van de NVU moeten proberen de grote stroom van asielzoekers tegen te houden die op ons afkomen. Net zoals deze soldaten die dat met hun leven bekocht hebben. Wat vind jij van de houding van de DTG dat de NVU niet mag deelnemen aan de demonstratie in Enschede? Ik vind die houding totaal onbegrijpelijk. Er zijn mensen die lid zijn van de DTG of daar de organisatie doen waar ik samen bij in de Nederlandse Volksunie heb gezeten, waar ik samen mee gedemonstreerd heb in verschillende plaatsen hier in Nederland, ook buiten Nederland. En nu willen ze ons dus gaan weigeren waar ze zelf vandaan komen. Ik vind het een soort nestvervuiling wat hun daar doen. Ronald, waarom ben jij destijds lid geworden van de NVU? Ik ben in 2007 lid geworden omdat de NVU de partij is die het dichtst bij mijn verwerkeling van mijn dromen zou kunnen komen. Van een Nederland waar de Nederlandse baas en onze eigen cultuur belangrijk is en dat wij gewoon trouw zijn en trots op onze Nederlandse vlag. De linksfascisten en lakeien van de systeempers hebben altijd met modder lopen gooien naar de NVU. Hoe zou jij momenteel de NVU benoemen? De NVU is een rechtse volkspartij. Wij beroepen ons op het volksnationalisme. En momenteel met de instroom van de honderdduizenden, zo niet miljoenen asielzoekers, onderscheiden wij ons op de rest van alle politieke partijen door stellig te zeggen: grenzen dicht, opvang in eigen regio voor de veiligheid van onze eigen bevolking. Michiel, jij was in 1986 aanwezig tijdens de aanslag op de vergadering van de Centrumpartij. Kan je kort uitleggen wat er speelde? Ja, dat kan ik. Er was in die tijd onrust binnen de Centrumpartij. En daar was onrust tussen Tweede Kamerlid Hans Janmaat en wat bestuursleden. De Centrumpartij wilde vergaderen om te kijken of ze toch nog met z'n allen in één partij, dus die Centrumpartij, verder konden. Of dat er een splitsing zou komen. En daarom was er in Kedichem dus een vergadering belegd op 26 maart 1986. En dat was uitgelekt. En de radicale kraakbeweging uit Amsterdam is dat komen verstoren. Hoe kwam het dat jij daarbij aanwezig was? Bij toeval. Ik was in die tijd nog niet heel erg politiek actief. Ik ging om met veel jongens van Nederlands Herstel. Er waren veel privécontacten, een beetje politiek. En de avond van tevoren was ik op stap met wat jongens van Nederlandse Stijl die ook lid waren van de Centrumpartij. En vrij spontaan zeiden die: heb je zin om mee te gaan? Er was iemand, die ging niet mee, was in ieder geval, er was een plaats over in de auto. En er was een spontaan idee van: god, ga je ook mee? Terwijl ik eigenlijk geen lid was van de Centrumpartij en ik had er eigenlijk niets te zoeken.
Maar dus door mijn contacten binnen Nederlands Herstel vond ik toch mee. Wat gebeurde er precies? Op een bepaald moment, wat ik ervaren heb, hebben we verzameld bij Willem Vreeswijk en zijn we doorgereisd naar het zaaltje in Kedichem, het hotel in Kedichem. Wat ik me kan herinneren, zo, het is natuurlijk een behoorlijke poos geleden, we zaten binnen en hadden een kop koffie gehad en de vergadering was net begonnen onder leiding van onder andere Hans-Jan Maat. Er komt twee politieagenten komen binnen en die zeggen eigenlijk letterlijk, we kunnen helemaal niets voor u doen. Er zijn 300-400 radicale krakers onderweg om de boel te verstoren. Wij gaan de andere kant op om versterking te halen. En met dat ze wegrijden, vliegen er stenen naar binnen. Ik kan me herinneren dat er een rookbom naar binnen is gevlogen. Die uit elkaar klapte en brand veroorzaakte. Er stonden buiten radicale krakers met helmen, schilden en alles. En het enige wat wij konden doen was proberen te ontsnappen. Heb jij gezien dat mevrouw Schuurman, Janmaat's secretaresse en later zijn vrouw, haar been verloor op dat moment? Ja, dat heb ik gezien. Wij waren door de rook en de stenen, waren wij aan de achterkant via de schuifpui, of in ieder geval via het raam, kan ik me herinneren, op het balkon gekomen, op het balkon gelopen. En mevrouw Schuurman, die was toen nog niet getrouwd volgens mij met Jan, het was toen nog zijn secretaresse, die was naar boven gevlucht. En de vlammen sloegen de trap op en die begonnen het hotel begon helemaal te branden. En zij wilde ontsnappen uit het raam. En zij hing aan een laken, kan ik me herinneren. En met dat zij eigenlijk zich naar beneden wil laten zakken, scheurt dat laken. En valt ze met één been in een afgebroken of in een gesneuveld raam. En dat been was bijna meteen compleet eraf. En hoe liep het af? Mevrouw Schuurman, daar is het been van afgebonden. En die is later in het ziekenhuis beland en dat been is dus, hebben ze moeten afzetten. Ze is in een rolstoel beland. Het hotel is helemaal afgebrand. De actievoerders die dus dat congres of dat die vergadering aan het verstoren waren, die hebben heel veel auto's vernield. En toen kwam de politie, kan ik me herinneren, en toen zijn de aanvallers zijn op de vlucht geslagen. En die zijn later is een deel daarvan opgepakt. En wij werden eigenlijk gewoon naar huis gestuurd. Er heeft ook nooit iemand een verklaring van me afgenomen wat er gebeurd is. Niks. We werden gewoon naar huis gestuurd. Weet je of deze linksfascisten ooit zijn veroordeeld voor hun wandaden? Wat ik me kan herinneren is dat er een paar in voorarrest hebben gezeten. Er zijn volgens mij wat taakstraffen en wat boetes uitgedeeld. Maar er was nauwelijks aandacht voor. Eigenlijk vond iedereen een aanslag op Jan Maat volledig terecht. Dat was de tijdsgeest van de jaren 80. Je was als nationalist, was je vogelvrij. Er was niemand die het voor je opnam. Wat voor rol vond jij Jan Maat spelen in dit geheel, samen met Wim Vreeswijk? Waren het op dat moment helden voor jou die voor Nederland door het vuur gingen? Wim Vreeswijk kende ik niet, die heb ik op die dag leren kennen, dus daar kan ik ook geen oordeel over geven. Jan Maat kende ik eigenlijk alleen uit de media. En dat was in die tijd, werd hij heel erg afgeschilderd als natuurlijk als een soort boeman, als een soort enge man. En als je hem ontmoeten wil, dan was hij gewoon een ontzettend aardige man. En later ga je dat gewoon beoordelen. En denk ik dat hij een van de eerste grote voorvechters is geweest voor het behoud van Nederland. Maar dat is natuurlijk met de kennis van nu dat ik dat zeg. Mag ik jou bedanken? Ja, natuurlijk. Graag gedaan. Peter, gefeliciteerd met je benoeming als kringleider van de Kring Rotterdam. Wat ga je precies doen als kringleider? Nou, dankjewel. Ik wil in het gebied van Rotterdam toch wel meer gaan vertellen over de Nederlandse Volksunie. Wat de partij inhoudt en niet meer hoe ze vroeger werden geassocieerd met het zeer extreem rechtse. En dat de mensen toch minder angst hebben voor de Nederlandse Volksunie. Waarom ben je destijds lid geworden van de FU? Omdat heel veel punten toch van de Nederlandse Volksunie in mijn straatje zaten en heel veel andere politieke partijen. Ja, daar zat ik toch heel ver vandaan en daarom ben ik bij de Nederlandse Volksunie gaan kijken wat het allemaal inhoudt. Nou, daar loop ik nu al 3 jaar ongeveer mee en bevalt me nog steeds zeer goed. Kan je ons vertellen hoe je in contact bent gekomen met de Volksunie?
Ja, via een goede vriend. En die vertelde mij over de Nederlandse Volksunie. Die ken ik niet van internet. En ja, die heeft me toen gezegd van, nou, dan moet je lid van me gaan worden. Nou, toen heb ik een beetje gekeken en rondgekeken. En ja, zo ben ik er eigenlijk terechtgekomen in de Nederlandse Volksunie. Binnenkort word je vader. Hoe belangrijk is voor jou het gezin als de hoeksteen van de samenleving? Ja, zeer belangrijk. Het is toch je eigen normen en waarden die je toch overbrengt, die je zelf geleerd hebt. En ik vind het heel belangrijk in deze tijd dat toch jonge kinderen worden geboren met goede normen en waarden. Mag ik jou hartelijk bedanken voor dit interview? Dankjewel. Je hebt Hans Janmaat persoonlijk gekend. Kun je ons wat over hem vertellen? Ja, ik heb Hans Janmaat leren kennen omdat ik lid geworden was van de Centrum Democraten. En op een gegeven moment ging ik naar vergaderingen toe van de Centrum Democraten. En nou, dan kom ik meneer Janmaat tegen. En meneer Janmaat vond ik een leuke kerel, een humoristische man, je kon met hem lachen. En hij was een intelligente persoon. Peter, wanneer en waarom ben je lid geworden van de NVU? Ik ben lid geworden van de NVU omdat ik het niet eens ben dat ze willen Nederland willen transformeren naar een multiculturele samenleving, wat het inmiddels wel geworden is. Maar daar ben ik eigenlijk altijd een tegenstander van geweest. Want ik wilde eigenlijk dat Nederland oorspronkelijk bleef, voor wat zijn bevolking betreft. Peter, wat vind je van clubjes zoals Pegida en DTG? En DTG staat voor Demonstranten tegen Gemeente. Nou, voor wat Pegida betreft, daar ben ik het wel mee eens. Want ze zijn tegen de islamisering van het avondland. En daar ben ik het mee eens. Maar wat die Israëlische vlag daarmee te maken heeft, dat begrijp ik niet. Want het is een Europees probleem, maar geen Israëlisch probleem. Je hebt in 2006 meegemaakt dat linksfascisten een NVB-demonstratie verstoorden. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, we hadden een plan opgevat. We waren tegenstanders van het feit dat daar een kruis weggehaald zou worden, omdat daar een moskee werd gebouwd. En toen hebben we dat plan opgevat om daar een demonstratie tegen te beginnen. En aanvankelijk ging dat goed, maar ze hadden een list bedacht. Want terwijl we daar stonden, toen ging de trucendoos open van de gemeente Amsterdam. Toen lieten ze linksfascisten op ons afkomen. Toen ontstond er een handgemeen. En toen werd de demonstratie verboden. En dat was eigenlijk, toen werden we afgevoerd met autobussen. En toen was de demonstratie voorbij. Is de nieuwe beeldvorming succesvol? En is de transformatie nu compleet? We hebben ervoor gekozen een aantal jaren geleden, althans de leden van de Nederlandse Volksunie bij het ledencongres, om een andere beeldvorming in te zetten. Wat houdt dat in? Wij deden voorheen zaken met allerlei pressiegroepjes die in de Nederlandse Volksunie deelnamen aan demonstraties. Die zijn eruit. Die pressiegroepjes bestaan niet meer. Die zijn eigenlijk niet eens meer actief in Nederland. De transformatie is wat dat betreft bijna compleet. We hebben het laatst gezien, 25 januari in Elden, hebben we een demonstratie gehad waar 3.500 mensen hebben gedemonstreerd. Samen met buurtbewoners tegen het AZC in Elden. Ik kan eigenlijk wel mededelen dat de ingezette beeldvorming en de transformatie 99,9% geslaagd is. De NVU keert zich steeds meer tegen casino-kapitalisme. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, het casino-kapitalisme, dat is een containerbegrip waarin wij zien dat de rijken steeds rijker worden en de armen armer worden. We hebben in Nederland bijvoorbeeld goed bedoelde voedselbankprojecten, maar het is toch eigenlijk godsgeklaard dat we miljarden aan ontwikkelingshulp geven en dat onze Nederlandse bevolking naar de voedselbank moet. We hebben de bankencrisis gezien waar rijke bankiers zich eigenlijk hebben verrijkt, wat er heeft toe geleid, de enorme bankencrisis waar met belastinggeld de banken gered moesten worden. En wij stellen eigenlijk voor, dat doet deze regering gedeeltelijk al, dat niemand meer kan verdienen dan de balken en de norm.
Want het geld dat wegvloeit naar de rijken toe, dat zal eigenlijk ook gedeeltelijk naar de armen moeten gaan. Ik heb ook wel eens geopperd van de sociale huurwoning die wij nu in Nederland hebben. De sociale huurwoningbouwvereniging die bezit de miljarden. We zijn ieder jaar, zien wij dat terug, met een verhoging van 5,5% van de huurprijs. Nou, stop daarmee die 5,5% van de huurprijs. Geef die mensen, voor mijn part, gewoon eenmalig een flinke huursverlaging. Omdat een heleboel mensen die op het bijstandsniveau zitten of met een minimumloon zitten, die kunnen bijna niet meer de touwtjes aan elkaar knopen. En dat zou een heel goed gebaar zijn, want de miljarden bij de woningbouwverenigingen, dat is allemaal hartstikke mooi. Die moeten niet benut worden voor speculatie. En die moeten benut worden om de huurders, wat dat betreft, eens een keer te zeggen van, jullie zijn iets minder kwijt aan de huur. We gaan een huursverlaging invoeren. De NVU is samen met de SGP de enige partij die voor herinvoering is van de doodstraf. Kun je uitleggen waarom? Ja, dat kan ik uitleggen. Kijk, in Nederland heb ik altijd het idee, gaat er meer aandacht uit naar de daders als naar de slachtoffertjes of slachtoffers. En zeker met name voor moordende pedofielen en kinderverkrachters is de NVU staat op het standpunt van de doodstraf voor kinderverkrachters en moordende pedofielen. Ik vind dat we no mercy moeten betonen met dit soort monsters. En na een bewezen rechtszaak en waar ook glashard en glashelder is dat de bewijsvoering niks op aan te merken valt, moet je kinderverkrachters en moordende pedofielen belonen met de doodstraf. In Nederland is momenteel in de ban van Pegida, een filo-semitische club die zich tooien met Israëlische vlaggen. Wat vind jij van de Pegida? Ja, allereerst, ik vind dat iedereen in Nederland mag demonstreren, ook Pegida. Maar ik begrijp het niet en ik zal het ook nooit begrijpen wat een Israëlische vlag te maken heeft met Europa of met Europese problemen. Ja, ik vind het neigen naar een soort filosemitisme wat we ook terugzien bij de PVV. Dankjewel. Patricia, begin jaren 90 was je lid van de CP86. Kun je vertellen wat je beweegredenen waren om lid te worden? Nou, het was heel kort. Eigen volk eerst. Patricia, je hebt gewoond, gewerkt en geleefd in Rotterdam. Hoe is het leven in een multiculturele stad? Verschrikkelijk. Heel verschrikkelijk. Kun je er iets concreter over zijn? Nou, ik heb Rotterdam gewoon echt helemaal kapot zien gaan. Vooral de arbeidsweken. Patricia, heb jij persoonlijk veel negatieve ervaringen opgedaan met asielzoekers, migranten, allochtonen? Nou ja, ik ben zelf neergestoken door een Turk, dus dat zeg al genoeg. Kun je daar iets meer over vertellen? Onder welke omstandigheden dat gebeurd is? Dat was op mijn huwelijksreis. Je hebt toen verteld dat het in Berlijn was? Ik was in Berlijn. En er kwamen een paar Turken aan. En die zeiden tegen mijn man van, ik ben Turk en jij bent Rek. En toen stak er eentje mij neer van achteren. Dat is een heftige ervaring. Ja. René Thubergen, je haalde hem net al aan, is je ex en de vader van je dochter. Hij is inmiddels overleden. Maar kun je een beeld schetsen hoe de kring Rotterdam van de CP86 er destijds, begin jaren 90, uitzag? Heel gezellig en heel hecht. Het was een hechte groep. Kun je vertellen hoe groot de groep was en wat jullie activiteiten waren? Tussen de 15 en 20 man. Vooral volgeren, door heel Nederland. Wat is jouw persoonlijke mening over harddrugs en softdrugs? Ja, ik heb van dichtbij meegemaakt dat het levens kapot maakt. Ik heb een paar vrienden verloren erdoor. Je vertelde mij net dat je ook een negatieve ervaring hebt met antifascisten. Met linksfascisten, om het zo maar te zeggen. Kan je daar wat meer over vertellen? Nou, mijn dochter, die was geboren. En die stond al gelijk in radar van een nieuw neonazi-kind geboren. Met naam en toename. Heb je daar toen nog actie op kunnen ondernemen? Of heb je het gelaten voor wat het was? René van Thubergen. De vader ervan. Van mijn dochter. Ja, die heb even actie genomen. En mijn dochter daarentegen, die heb... toen ze 18 was, heeft ze een brief geschreven daardoor naar de radar. En heeft ze daar nog een reactie op gehad? Ja, hun zeggen dat het nooit gebeurd is. Zo.
Patricia, heel leuk dat je mee hebt gewerkt. Mag ik jou hartelijk danken voor dit gesprek? Ja hoor. Simone, binnenkort word je voor de eerste keer moeder. Wat voor toekomst hoop je je kind te kunnen bieden in Nederland? Ja, ik vind het natuurlijk helemaal geweldig dat ik moeder word. En ja, ik maak me wel zorgen om ons kind op te laten groeien in deze multiculturele samenleving. Maar gelukkig wonen we in een nette blanke wijk. Dus dat scheelt al een heleboel. En ik zal werkelijk alles aan doen om ze een goede toekomst te geven. En op de leeftijd dat ze naar school gaan. Een geschikte school uitzoeken. Ik weet dat dat moeilijk is met al die asielzoekers die allemaal naar binnen komen en die in de dorpen worden gedropt. Maar goed, ik zal net zo lang zoeken tot ik een geschikte school vind waar het multicultureel vrij is. Zoek en ga je zult vinden, zeggen ze altijd. Ja. Je bent bij bijna elke Nederlandse demonstratie aanwezig en ook vaak in het buitenland. Wat vind je van mensen die alleen maar actie voeren van achter hun computer? Ja, belachelijk, want ze klagen wel op het internet. Ze hebben het hoogste woord. Maar op het moment dat er een demonstratie is, dan komen de smoezen van... ik ben ziek en ik kan niet en dit, dat, zus. En kan het wel eens zo zijn dat je een keertje niet kan. Maar goed, dan hebben we het echt over mensen die structureel gewoon altijd weer een smoes klaar hebben... Dat ze niet kunnen komen. En ik vind gewoon, dat soort mensen moeten niet klagen dan. Wat vind je ervan dat kinderfeesthaters de oer-Hollandse traditie Zwarte Piet proberen te verbieden? Ja, belachelijk. Ik bedoel, het bestaat al zo lang, Sinterklaas en Zwarte Piet. En vroeger was het ook nooit een probleem. Hoorde je ze er ook niet over. En ze zijn gewoon continu, die vreemdelingen zijn gewoon continu bezig om... aandacht te zoeken, aandacht te krijgen met van alles. En nu hebben ze het Zwarte Piet gebeuren, hebben ze weer iets ingezien om aandacht mee te krijgen. Dus daar zeuren ze nu over. Zodra ze hiermee hun zin krijgen, dan zullen ze wel weer iets anders zoeken om aandacht mee te krijgen. Simone, mag ik jou bedanken voor dit interview? Ja. Robert, de NVU heeft zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorkomen van een AZC in Purmerend. Kan jij vertellen wat jullie allemaal hebben gedaan? Door met de lokale bevolking voor het gemeentehuis te staan en protesten in te dienen. Robert, je had een fantastische uitslag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Maar liefst 1,2% van de Purmerendse bevolking heeft de stem op de NVU uitgebracht. Wat doe je dagelijks om het aantal stemmers te vergroten? Door posters te blijven plakken op de legale plakzalen, door folders te verspreiden samen met zelfkleders in de brievenbussen en de lokale bevolking te bespreken over de problematiek van het dagelijks leven in Purmerend. De NVU kent een redelijk normaal verloop van leden, net als iedere normale organisatie of vereniging. Wat vind je ervan als ex-leden? Zich soms in één keer beter voordoen en de NVU afschilderen als extreem om een wit voetje te halen bij de systeempers. Ze willen allemaal in de schijnwerpers willen ze staan. Ze willen allemaal eigen groeperingen vormen. Waarom ben je destijds lid geworden van de NVU? Ik was in 1994 al lid van de Zuidbij 86. Later was ik in 2001 lid van een NNP. Toen in 2010 had ik wat onenigheden gekregen met minderheden. En een paar maanden later kameraad Maak Brand ook met dezelfde minderheden. En toen hadden wij in juli 2010 besloten lid te worden van de NVU tegen het politieke dictatuur hier in Nederland. Dankjewel Robert. Chris, hoe denk jij over de huidige situatie in Syrië? Wel als nationalisten, wij kunnen niet anders als het regime van Assad steunen. Assad is namelijk een seculier regime in het Midden-Oosten en dus dan kunnen wij niet anders als dat regime steunen.
We zien dat het land al 4 jaar lang aangevallen wordt door buitenlandse terroristen. Dat is ook een legitieme strijd natuurlijk van hun om hun land gewoon te verdedigen tegen een buitenlandse agressie die voornamelijk gesteund wordt door Turkije en Amerika en Israël en Saudi-Arabië en zo. Dus het is gewoon een legitieme strijd van Assad om zijn land te verdedigen. Hoe zie jij de steun van Hezbollah en van Iran die president Assad helpen om het terrorisme te bestrijden? Dat is een heel interessant feit, want het is effectief zo dat op de grond mensen van Hezbollah en Shiiten uit Iran meevechten op de grond in Syrië tegen Soenitische terroristen. Dus dat is toch wel een interessant gegeven, want als we hier gaan zien wat de pers ons probeert wijs te maken, dan probeert ons wijs te maken dat die dan de slechte terroristen zijn en dat dan de Soenitische terroristen dan de zogenaamde gematigde rebellen zijn die tegen een tiran vechten en zo. Dus we moeten wel vaststellen dat onze media de waarheid een beetje verdraait, maar de realiteit op het terrein is wat het is. En Assad en Iran en Hezbollah vechten tegen het internationale terrorisme van Al-Qaeda, of het nu IS is, of Al-Nusra of Al-Qaeda. Het is gewoon hetzelfde probleem. En het probleem is gewoon de jihadistische islam. Is het niet zo dat het ook een geloofstroming is van Shiiten tegen Soenieten? Nou, kan wel. Maar als we nu gaan kijken naar Syrië, dan zie je dat het gewoon een seculier regime is. En dus de partij die eraan de macht is de Baath-partij. En dus voor de Baath-partij maakt het helemaal niet uit of je Soeniet of Shiit bent, of wat dan ook bent. Dan werd die grond zo een beetje zandig zo. Ja. Toen ik daar vroeger met mijn ouders, ze deden daar mijn paar dagen op vakantie een week. Van door de week kan toch wennen. Constant, kun je ons vertellen waar we op weg naartoe zijn? We zijn op weg naar Antwerpen. Daar hebben we vanavond een scholings- en vormingsavond. Daar gaan we een aantal onderwerpen belichten en uitdiepen om mensen binnen de beweging een beter beeld te geven over bepaalde onderwerpen die we daar gaan behandelen. Wat is jouw rol tijdens die bijeenkomst? Ik ga het voornamelijk hebben over de wantoestanden die de geallieerde soldaten hebben aangericht bij de Duitse bevolking. Dan met name de massale verkrachtingen, het uithongeren van de Duitse krijgsgevangenen en het verdrijven van de 17 miljoen Duitsers van huis en haard uit de voormalige oostgebieden. Waarom bent u lid geworden van de NVU? Wel, omdat ik de NVU sympathiek vind en dat die het meest inspreken aan mijn politieke gedachten, mijn ideologie. En omdat ik kennis gemaakt heb met Costa Augustus en dat ik dat vind dat dat een leidersfiguur is. Is de Vlaamse beweging sterker of zwakker geworden de laatste jaren? Ja, dat is moeilijk om te zeggen. De Vlaamse beweging als taalbeweging is sterker geworden, als taalbeweging. Maar als nationale beweging, nationalistische beweging, denk ik eerder dat het een beetje verminderd is. Leg eens aan de kijkers uit waarom Nederland en Vlaanderen moeten opgaan in bietstand. Omdat wij terug tot de toestand van voor 1830 moeten gaan. En toen was Nederland en Vlaanderen een land onder leiding van koning Willem. Dus als we die toestand terug kunnen hebben, dat zou veel beter zijn voor ons land dan vroeger. Aangezien Willem veel gedaan heeft in zijn korte periode, dus dat hij koning was, heeft hij zeer veel gedaan voor Vlaanderen en voor gans België. U als inwoner van Brussel ziet deze stad veranderen in een multiculti-bolwerk. Van welke vreemdelingen heeft u als Brusselaar nu het meeste overlast? Tja, van allemaal. Feitelijk, hè. Maar het meeste natuurlijk van de Marokkanen, Tunesiërs, Algeria, dus de Maghreb. Dat die mensen dus absoluut hun godsdienst willen opdringen, hun wetten en alles. En dat ze met hoofddoekjes rondlopen en in dingen. Ik denk die. En de andere, de Europese vreemdelingen dus die bij ons binnenkomen, die sturen hun slechtste inwoners naar hier. Het is te zeggen hun hoeren en daarbij natuurlijk hun pooiers. Dat zijn voornamelijk de
de Roemenen, de Bulgaren en de Albanezen. Wilt u ons misschien uitleggen waarom u destijds bij de PINFE bent gegaan, de jonge organisatie van Hitlerjugend? Ja, dat was normaal, wij waren de scouts. Jawel, dat is zoals nu, de kinderen daar bij de scouts gaan in Engeland en alles, en hier ook. Hè. En wij, dus, dat was een jeugdvereniging en al mijn schoolkameraden waren daar bij. Dus ik heb aan mijn ouders gevraagd of ik ook mocht meegaan met die jeugdbeweging, met de Hajottes. Maar dat is me zeer slecht bekomen. Op het einde van de oorlog, dus in 1945, dan hebben de Amerikanen die ons dus kwamen zogezegd bevrijden, die hebben ons met prikkeldraad vastgebonden en op naar Notto gesmeten, op een camion gesmeten. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek? Zonder dank. De NVU staat op het standpunt dat ieder volk zijn eigen land moet bezitten. We zien dat terug in onze slogan Europa, der volkeren en vaderland. Welke volkeren komen in de NVU-optiek in aanmerking voor een erkenning van hun eigen land? Ja, je ziet eigenlijk het terug bij de Koerden, dat is een probleem. De Koerden die vechten voor hun eigen autonomie en hun eigen soevereiniteit. Dus ik vind dat de Koerden zeker recht hebben op een eigen stukje land. De Palestijnen die al jaren druk worden door de Israëli's, die hebben in mijn optiek en in de optiek van de Nederlandse volksunie ook recht op een eigen stuk land. Ja, ook de Molukkers die destijds gevochten hebben voor de Nederlandse zaak, die hebben in onze optiek ook een eigen stuk land daar recht op. Maar ja, ook de oorlog in Syrië en Irak, daar zijn na de koloniale vertrek een aantal landsgrenzen getrokken met een liniaal. Daar zullen ook nu volkeren zich gaan groeperen en zeggen van hey, wij zijn Sjiiten of wij zijn Soenieten. Wij willen graag onafhankelijk en wij zien ons niet meer zo zelf terug in een staat Irak of in Syrië. Dus ieder volk die een claim kan leggen op een stuk land en die dat ook kan aantonen, vind ik, daar moet je goed naar kijken. En ja, dan moet je ook als internationale samenleving, moet je gewoon zeggen van ook de internationale verdragen, dan moet je gaan zeggen, nou oké, dat wordt een volk met een eigen land, want dat gaat een heleboel problemen oplossen voor de aankomende tijd. Je volgt de oorlog in Irak, Syrië en Libië op de voet. Zal het geweld stoppen wanneer ISIS in de landen is verslagen? Ja, een zeer mooie vraag. Ik denk dat met de vernietiging van ISIS, wat ik denk dat nog een jaartje of 2-3 gaat duren, zeker dat grootmacht mag Rusland nu Assad steunt en Iran ook Assad steunt en een Irakese leger begint weer op kracht te komen. Moeten we kijken wat er nog voor verzetsharen overblijven als ISIS echt weg is. Ik zie daar een heleboel kansen voor de mensen die nu in Europa asiel hebben aangevraagd, die kunnen weer terugkeren. De asielstatus houdt in dat je 5 jaar hier een tijdelijke verblijfstatus gaat krijgen. Dus we kunnen miljoenen vluchtelingen dan weer terug huiswaarts keren, helpen het land op te bouwen. Als daar een regering is waar de mensen zich veilig bij voelen, dan zullen ze ja, geen belemmering hebben om terug te gaan. Op de vraag antwoord te geven, zal het rustig worden? Ja, dat zal de tijd moeten bewijzen, maar we moeten als vrije westerse wereld wel ISIS vernietigen. Dat is een kwaadaardig iets wat alle vormen van menselijkheid heeft verloren en daar moeten we no mercy mee tonen. Constant, het prachtige magazine Wij Europa van de NVU, een volksnationaal tijdschrift. Wanneer kunnen wij dat online verwachten? Ja, die vraag heb ik al vaker gehad, ook voor journalisten. De Nederlandse Volksunie zet een aantal artikelen van dit glossy magazine online. Dat doen wij bewust, we gaan niet alles online zetten. Omdat wij vinden dat het een privilege en voorrecht is voor de leden om het hele blad te ontvangen. En mensen die geïnteresseerd naar ons zijn, die kunnen ook individuele nummers loskopen. We hebben vanaf 2010 nog op voorraad liggen individuele nummers. Dus als mensen daar interesse bij hebben, kunnen ze altijd het partijblad Wij Europa bestellen bij de partijwinkel. En dat gaat dan geleverd worden tegen gereduceerde prijzen. De NVU noemt zichzelf een sociale volkspartij. Leg eens uit aan de kijkers wat je daarmee nou bedoelt. Nou, sociale volkspartij houdt in dat wij dus vinden dat mensen die dus op een gegeven moment een bijstandsuitkering hebben, die moeten zoveel mogelijk worden geholpen aan arbeid. Arbeid is toch zeer belangrijk in een mensenleven. En allerlei onderzoeken die wijzen uit dat een heleboel mensen die in de bijstand zitten eigenlijk daar veel te lang in zitten. Dus ik vind veel meer dat wij het beroep en de klem moeten leggen op van die mensen echt helpen naar werk.
dan dat wij weer honderdduizenden vluchtelingen gaan opnemen, gelukzoekers. Het geld wat wij nu kwijt zijn aan de opvang van vluchtelingen, die zouden wij feitelijk moeten omzetten in die groep bijstandsgerechtigden die aan het werk moet geholpen worden. En ook het begrip voedselbank, goed dat ze er zijn. Maar wij moeten ervoor zorgen dat mensen niet meer naar voedselbanken gaan. Dat betekent lastenverlichting. En desnoods, als het niet anders gaat, de uitkeringen iets omhoog om de mensen het iets comfortabeler te maken. Waarom bent u destijds lid geworden van de Jeugdstorm? Ik ben lid geworden van de Jeugdstorm in de eerste plaats. Mijn ouders waren NSB'ers. Ik was op andere verenigingen waar je eigenlijk maar een beetje meesleepte, omdat je A-uniformen en uitstapjes enzovoort niet kon betalen. Dus je was overal van verschoond. En bij de Jeugdstorm was dat anders. En ieder was gelijk. En ieder moest een uniform verdienen. En ieder ging mee naar het kamp. En ieder had hetzelfde. Er werd geen onderscheid gemaakt. Wat deed men zoal bij de Jeugdstorm? Nou, om te beginnen, toen ik bij de Jeugdstorm kwam, heb je 3 maanden werd je geobserveerd. Dat weet je dan later pas. Dan krijg je de rok, de riem en de kapoets. Nou, of nee, eerst de blouse en de kapoets. En dan moet je het verdienen. Dan werd je, of je schoenen poetst, of je haar schoon was, je nagels schoon waren. En dat je orde voor jezelf had. En dan verdien je bijvoorbeeld de rok. En dan de volgende keer verdien je de riem. En het was dan binnen een jaar, was je uniform compleet. En de kapoets kreeg je natuurlijk meteen al met de blouse. Met de meel opzij. En het was, de kapoets was geënt op de kapoets van de Urkervissers. Alleen de bodem is oranje geworden. Die was hier, van de Urkervissers zijn ze zwart. Wat was uw reactie en bij andere jeugdstormers over de Duitse inval? Ja, dat is natuurlijk een hele grote sprong. We hebben elkaar een tijdje niet gezien door de oorlog. In ieder was natuurlijk overweldigd van wat er gebeurd was. Want je had in de jeugdstorm geen contact met Duitsland. En we vonden het allemaal natuurlijk verschrikkelijk dat hij zo Nederland is binnengevallen. Maar dat heeft zich al heel gauw hersteld. En ja, ik kan eigenlijk niet zeggen of er nou jonge mensen tegen waren of niet. Ze leefden er gewoon mee. Niets geen huis. U was als ooggetuige bij de dood van WA-man Peter Ton in Den Haag. Kunt u ons vertellen wat er precies gebeurde? Ja, ik kan geen details vertellen. We hadden om de 2-3 weken hadden we een propagandamars met de Jeugdstorm, met de drumband erbij. En dat ging dan door Den Haag, bepaalde wijken. En toen liepen we in de Javastraat liepen we. En toen was er ineens stilte en een ontzettende paniek. En toen bleek, we hadden ons groepskwartier in de Bandstraat in Den Haag. En toen bleek dat er iemand was doodgeschoten. Ze dachten eerst een politieagent. Maar toen werden we geïnformeerd dat een van onze stormers doodgeschoten was. Toen werden de groep ontbonden en toen moesten we op eigen gelegenheid naar huis. En later hoorden dat het Peter Ton was. Wanneer en waarom bent u bij het Rode Kruis gegaan? Ja, er waren veel Nederlanders die hadden begrepen dat er vanuit het oosten, daar bedoel ik dan Rusland mee, het communisme erg dreigend was. En de Nederlandse soldaten en mannen gingen ook in dienst in allerlei fronten. Gevorderde mensen die gingen naar de organisatie TOT om te bevoorraden. En ja, dan voel je geroepen, je bent met jonge mensen bij elkaar. En dan voel je geroepen om daar mee te doen. En toen heb ik me gemeld bij het Duitse Rode Kruis. Dat moet ik even accentueren. Alle Rode Kruisen, in welk land dan ook, die zijn aangesloten bij in Genève bij het Rode Kruis. Dus waar je ook naartoe gaat, je bent altijd beschermd door het Zwitserse Rode Kruis. Dus je kunt nooit in een vijandelijke groepering dienst nemen, want het is verboden. Dus toen ik in het Rode Kruis was, het misverweten dat ik in een vreemde mogelijkheid dienst heb gehad, dat is een grote leugen, want die kaart is mij al afgenomen. Hij krijgt dan een kaart, ken voor opkomen, en er staat heel duidelijk op: als ik in gevangenschap zou komen, dan moet ik als officier behandeld worden. En dus, nou, zo snel mogelijk aan de eenheid worden overgegeven als dat mogelijk is. En die kaart hebben ze van me afgenomen en daar zijn beschuldigingen uit ontstaan. Die hebben ze gewoon verscheurd. Van de pot. Politieke opsporingsdienst in Den Haag. Wat voor handelingen moest u precies verrichten achter het front als Rode Kruis medewerkster?
Ja, we mochten natuurlijk niet te dicht naar het front. We hadden veldhospitalen en noodveldhospitalen. En Sannies waren er niet veel meer, sanitaters. Want de spoeling werd een beetje te dun, hè. En dan werden ze, de brancards stonden klaar. En ze werden en blok werden ze natuurlijk aangevoerd. En die waren dermate verminkt dat je zelf ook voor je kiezen kreeg. Maar in ieder geval moesten we ze dan indien nodig. Het was zo, je bekeek ze, je kreeg zo'n ontzettende grote wetenschap. En gevoelsmatig. Je kon concluderen wie het eerst aan de beurt was, die het minst zwaar gewond was. Die werd het eerst geholpen. Die maakte de grootste kans om te overleven. Die werd klaargemaakt, ging naar een ander hospitaal, veldhospitaal. En daar werden ze afgehaald en naar de treinen gebracht om naar het lazaret gebracht te worden. U heeft veel leed gezien bij soldaten van allerlei rangen en standen. Wat is uw mening over hoe goed of slecht de soldaten het hadden aan het Oostfront? Ja, ik heb er nog nooit slechter gezien. Ik weet niet, ik heb alleen maar orde meegemaakt. En de verzorging van de soldaten? De verzorging? Ja, die was uitstekend. Kunt u daar een voorbeeld van noemen? Het voorbeeld is, ik werkte in Praag. 9 maanden, toen was ik dan vroeg van het front teruggekomen. En daar weet ik nog van 2 mensen. Ik ken er natuurlijk meer, maar niet meer bij naam. Maar deze hebben indruk gemaakt. Er was een Paul Nom. Die was het in zijn long doorschoten. Ja, dan denk ik een beetje Duits, dan kom ik niet goed uit het Nederlandse woord. En heeft een longresectie gehad, die long verwijderd. Naast hem lag een hele jonge man, broodmager, op zijn zij, met een kapotgeschoten heup. En er bestond nog een penicilline, dus dat veretterde helemaal. Maar wat mij zo geëmotioneerd heeft toen, omdat je zoveel armoede in die crisis ook meegemaakt hebt en het bij Nederland niks was. Dat waar het vandaan kwam, heb ik nooit begrepen. De orde was dat de zwaargewonden woenskost kregen. Al moest het uit Siberië komen, of uit Honolulu, of weet ik veel, maar het kwam. Wat ze wilden, dat kregen ze. Ze werden zo ontzettend goed verzorgd. Ook door ons, hè. Moesten die voeding verdelen. Er werd ontzettend goed voor ze verzorgd. Weet u nog in welke landen of steden u gelegerd bent geweest ten tijde dat u dienst deed bij het Rode Kruis? Niet meer bij het Rode Kruis was? Toen u bij het Rode Kruis was. In welke landen of steden u gelegerd bent geweest? Ja. Nou, ik ben opgeleid in Rotleben. Toen een tweede jaar is in een tweede opleiding in Bad Frankenhausen. En de derde in Eisenach. Toen ben ik uitgezonden naar Polen. Naar Debica in Kochanowka. Daar was een ring gemaakt. Ik zat in ring 3. Troepenrivier, dat was dus ook zo'n beetje partisanenfront. Toen ben ik teruggegaan, toen zijn we naar Praag gegaan. Van Praag naar Ljubljana, naar Kroatië, naar Servië. Frankrijk vond ik verschrikkelijk, dat hoefde ik niet. België zijn we ook niet geweest. Ik ben wel nog in Italië geweest en Oostenrijk. En ik ben in Joegoslavië ben ik gearresteerd. Waarom werd u gearresteerd? Nou, gehuld met de vijand, moffelhoer. Zo was het. Dat afkomen van het Rode Kruis, het verdrag van Genève als Rode Kruis medewerker, dat medewerker dat had geen... Ik versta het niet zo goed. Uw pas van het Rode Kruis, ja? Dat had helemaal geen effect op de troepen die u gevangen namen. Ik heb nu in de map nog de papieren, die kan ik nog laten zien, door je dan door de bevrijders werd gekeurd en wat ze ervan vonden. Alleen de grote kaart van Genève die je altijd bij je had, eerst als officier behandelen. En de eerste beste gelegenheid aan de eenheid overgeven. En die hebben ze je afgenomen, zodat je nooit kon aantonen dat je geen vijandelijke dienst genomen had. Want het was internationaal, het Rode Kruis. En dat hebben ze gewoon kapot gemaakt. Dat hebben ze van tafel geveegd. Heeft u nog lang vastgezeten na de Tweede Wereldoorlog? Eén jaar. Weet u nog waar? Ja, ik ben zijn van Joegoslavië. Misschien is dat wel interessant. Toen zijn we aangehouden met de gewonde treinen in Joegoslavië. Daar hebben we heel lang gestaan. En er was een groot emplacement. Daar stonden ook nog al treinen geparkeerd met zwaar gewonden. Die hebben we nog geholpen. En toen hebben die partisanen ons de treinen leeggeroofd. Röntgenapparaten, verbanden, medicijnen enzovoort. Ze hebben leeggeroofd. Toen moesten wij er ook uit. Dus we mochten nog een stukje doorrijden. Maar toen moesten wij er ook uit.
En toen zijn we door de partisanen, geloof ik, zijn we toen, toen zijn we opgebracht. Noemen ze opbracht en toen zijn we in de trein gezet. Moesten naar huis. Zijn we naar Italië gebracht. Wat gebeurde er met de gewonde soldaten, mevrouw? Ja, eerst zijn we naar Oostenrijk gebracht. Daar kwam het leger des Heils. Toen zaten we daar bij de Engelsen gevangen. En dat was verschrikkelijk bij de Engelsen. We werden slecht behandeld en slechte voeding. Maar ja, je bent met elkaar, je lacht er daarom. Hè? En je had altijd nog idealen. En dan, ik weet nog dat in de afzetting een gat was. En toen kwam het leger des Heils met een wagen. Die kregen thee. De mensen die daar zaten, wij kregen het niet. Want we waren vijandige werknemers geweest. Nazi-werknemers. Kregen geen thee. Hebben ze hartelijk uitgelachen natuurlijk. En toen zijn we dan naar Oostenrijk, in Italië. Toen zijn we in Frankrijk. En in Frankrijk, nee, naar Italië. En daar moesten we heel lang zitten. Want er was geen vervoer. Daar heb ik 3,5 maand in Modena gezeten. Nou, dat was verschrikkelijk. Eerder die hitte en daar hebben we op zeekaak geleefd. En dan zaten we in de universiteit van studenten. En allemaal, het is er zo heet, er zijn natuurlijk allemaal tegels. En dan gooiden we de zeekaak tegen de muur en dat brak niet eens. En daar moesten we van leven. Ja. Totdat de twee Amis tegenkwamen. Mijn vriendinnetje, die was dan Deense. En er waren beide Amerikanen, die soldaten, en ik was Nederlander. En we lopen daar voorbij. En we zeiden niks, die waren van de MP, die droegen van die rode sjaals, hè. Maar we zeiden niks terug. En dan loop ik, zeg, verrekkeria, ja. Die vent spreekt Duits. Omgedraaid terug. En wat de toeval nou wil, toeval bestaat niet. Ria was een Deense. Dat was een genaturaliseerde Deen-Amerika. En die ander, die kwam uit Friedrichshaven. Dat was een Duitser, genaturaliseerd. En die hebben ons te eten gegeven. Iedere avond in het restaurant hebben ze ons gevoed. En dat is heel leuk. Mag ik het daarbij vinden? Heel leuk. Tuurlijk. Dat was een Mexicaan. Het was er zo heet. En s'avonds om 11 uur was het nog 30 graden. Maar dan gingen we de nacht eruit en dan werd het pas druk. En stonden ze met abrikozen, 2 kilo voor 30 cent noem ik maar. Hè. En ik wilde betalen, toen werd mijn hand weggedrukt. En ik kijk zo en een enge vent, ook een Amerikaan. Nu weet ik dat het een Mexicaans type was. Hè. Nou, we moesten een afspraak maken. Toen zeiden ze, nou doe dat normaal, anders blijft u zeuren. Nou, ik ben natuurlijk niet gegaan. En we zitten te eten daar in zo'n pizzeria. En het leek alsof ik getrokken was. Had hij in Amazone zit zo in de stoel. Zat hij me te observeren en ik schrok me kapot en ik kwam steeds dichterbij. Toen zei die Helmoet, de secretair, die is naar hem toegegaan. Toen zegt hij, want deze heb ik in een bolletje wol gesmokkeld. Anders was ik hem kwijt geweest. Want mijn tweede, ik had gezegd dat ik hem kwijt was, was van aluminium. Dit is zilver. Wat is dat, mevrouw? Voor de kijkers die dat niet begrijpen, wat is dat dit voor ding? Dit is mijn Rode Kruis borstje. Dat ik gediplomeerd was. Oké. Okay. En dan had je de eerste kleine. En dan had je ze met twee randjes en dan deze kleurenrand en dan deze zilverrand. En dan was je klaar. Maar door de oorlog dat er niks meer was, werd dat zilver aluminium. En toen zei die Mexicaan dus, als ik dat brosje gaf, dan liet hij me vrij en anders zouden me blijven vervolgen. Nou, dat is toch ook wat, hè? Nee. Nou, toen zijn we daar echt door die twee zijn we gevoed. Elke avond in het restaurant gegeten, hoefde er niks te betalen. En toen zag ik de wilde van Amerika. Er was een officier jarig, toen hebben ze ons meegenomen. We hadden alleen maar de uniformen, meer niet. En toen hadden ze, de Italianen hebben een open dak. Daar stond me een tafel, een toren met eten van het fijnste, van het fijnste, van het fijnste. Wat ik in mijn leven nog nooit heb gezien. Nou, zo schitterend en maar eten jongens. En de rest... Mag ik u nog wat vragen over over de Duitse krijgsgevangenen die bij die partisanen werden achtergelaten bij die treinen? Ja. Wat is er met hem gebeurd toen de persoon... Dat weten we niet. Want wij zijn weggegaan. Wat daarmee gebeurd is, dat weten we niet. Nee, dat weet niemand. Heeft u tijdens uw werk als Rode Kruismedewerkster... heeft u gezien dat het bombardement in Dresden plaatsvond? Daar heb ik u wel eens over horen. Nee, dat heb ik niet gezien. Ja? Ik was onderweg. Ik was in Warschau. Ja, Warschau ben ik er nu geweest. Polen, hè. En de vrouw van een van de officieren, die heeft een vreselijk ongeluk gehad, een bekkenverbrijzel. Toen ze zover hersteld was, ben ik aangewezen om haar naar huis te begeleiden. En met een sanitaire, dat ze een extra coupé naar huis. Dat was even buiten Dresden. Toen ben ik daar in Dresden, die had Halle, Leipzig. Ben ik een dag geweest en denk, nou ik ga naar huis.
En toen ben ik naar Dresden gereisd en toen moesten we de schuilkelder in. Heb ik de hele nacht bijna in de schuilkelder gezeten. Die zijn zo ongelooflijk goed geoutilleerd geweest. Daar was alles. En de Luftschutzwaffe, die hebben zo goed voor die mensen en voor ons gezorgd. Maar ik tref mijn zusje per ongeluk daar. Er zit daar iemand, komt eruit, die zit in de wachtkamer. En die lag zo te slapen. Dan denk ik, verrek, dat straalt hij nou. Ze kijkt op, is mijn zusje. Toeval, hè, ook verpleegkundige. En toen hebben we zitten praten. En toen is zij weggegaan, ze moest dus weg. En ik zou dus wat later gaan, gelukkig. Ik mocht met militair treinen reizen, met personentreinen, overal, als mijn vervoer, alles was gratis. En toen ben ik weggegaan. En toen zeiden ze, het ziet er niet goed uit, want er is al een bombardement gemeld. Nou, we hebben de bommen horen vallen, dus heel reis, ik ben er net uit ontsnapt. Ook, mag ik dat zeggen? Tuurlijk, maar alles. Ik ging met verlof, een frontverlof, naar huis. Maar ik was niet zo thuiserig, dus ik ging alles bekijken in mijn eentje. En ik was al een half jaar in Berlijn geweest. En toen dacht ik, ga even terug naar Berlijn. Bij Alexanderplatz. Toen ben ik naar de commandantur gegaan, want ik zou mijn 55 mark daar mogen halen. Dat was mijn salaris. Verder was alles vrij. En die was gesloten. En het vroor keihard en er lag sneeuw en een blauwe lucht. Ik zie het nog. En ik denk, nou ga ik straks terug. En ik loop zo. En ik echt te hoort zeggen, je moet hier uit. En toen zei ik, nee, ik ga niet. En toen werd het helemaal donker om me heen. En dat is echt waar. Het werd helemaal donker. En toen ik mijn koffer opgaf aan het station. Toen kwam er zo, dat zijn dan ook gewonden die dan herstellende zijn. Die zitten dan in zo'n ausgabe. Hè? En toen kwam ik toen mijn koffer toch halen. Ik ben gegaan. En toen zei ik, in station, Schwesterlijn. Ik zei, ja, geef gauw die koffer hier. En het is heel typisch, hè, wat er dan gebeurt in je leven. In de oorlog. Ik weet niet waarom dit gebeurde en je bent alleen. Je krijgt een waarschuwing. Ik kom op dat grote baanhof, Alexanderplatz. Bij ons loop je stationstrapjes door de trein. Maar daar zijn ze allemaal zo. Dat heb je in München ook. Hè. Dan moet je hier je baanslijk zoeken. En hier is er was geen sterveling te zien. Geen mens. Hier stond geen trein en ik kreeg zo'n paniek. Ik gooi mijn koffer erop, op de rails. Ik spring erop, op het perron. De koffer erop, ik erop. En de trein. En toen reed hij altijd. Mijn koffer hebben ze gepakt en greep ze bij mijn pols. Hè. Het was een militair terrein. Toen ging het luchtalarm. Toen zei ik, oh god. Toen zei hij wel, nou mocht hij ze al met van, Zwisterlijn. En toen zei hij, nee, oh god, nou alarm. Dat het hindert niet, we zijn de overkapping uit. Er waren weinig kranten. Ik was toen bij de Gebirgsjägers een paar maanden in Joegoslavië. En daar ben ik dus naartoe teruggereisd. En dat is altijd nog een emotie, hè. Toen werd de kazerne gebombardeerd en ik ging met de LKW een verband halen in Ljubljana. Toen werd ik aan de grens teruggehouden sinds in de Schwesterhain. Ja, ik terug, het is gebombardeerd. Nou ja, ik heb er een, Ratschin heet, een aardige fan. Ik hield zo mijn handen. Oh god. Ik had zo zijn hersens in mijn handen, maar hij leefde nog, zei ik. Ik heb gewaardeerd afzien. Noor afzien. En toen stierf hij. Maar goed, dus ik moest toen. Door die rotzooi vond ik een krant. Een vieze krant. En de zwarte lezer, dan wreef je dat. En toen, nou, ik dacht dat ik door de grond zakte. Ik was net in Alexanderplatz, dat is een verbinding, hè. Alexanderplatz, waar we er net uit met de trein. Ik heb er niks van gemerkt dat het gebeurd is. Ik had buiten het baanhof, bij het Rode Kruispost, zou ik slapen en eten. Er is geen steen op de andere gebleven. Had ik hier niet gezeten. Zo zwaar is daar gebombardeerd. En zo'n wijk, zoals Alexanderplatz en Steglitz en Unter den Eichen, dat is zo groot als Arnhem. Ben, allereerst van harte gefeliciteerd met je uitverkiezing als politiek activist van 2015. Wat vond jij de mooiste demonstratie van de afgelopen jaren? Voor mij was dat de demonstratie in Polen afgelopen november. Op 11 november, dat is de Poolse onafhankelijkheidsdag. Dat was met tienduizenden Polen, patriotische Polen, diep overtuigde, diep katholieke Polen. Dat was een prachtige mars en demonstratie. En daar heb ik echt werkelijk van genoten. Die wil ik zeker elk jaar opnieuw bezoeken. De moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh hebben bij veel mensen de ogen geopend. Wat voor straffen hadden de daders volgens jou moeten krijgen?
Nou, Mohamed Boudjeri, de slachter van Theo van Gogh, die heeft zonder meer de hoogst mogelijke straf gekregen. Meer zat er gewoon niet in. Daar heeft hij ook alles voor, daar heeft hij enorm zijn best voor gedaan om dat te krijgen. Dat heeft hij dan ook gekregen. Maar Volker ten Graaf, die is echt door linkse rechters tot een veel te korte celstraf veroordeeld. En dat had best beter gekund. Jij demonstreert bijna altijd mee met Pegida. Dat klopt. Wat vind je ervan dat Pegida altijd Israël, of bijna altijd Israëlische vlaggen meedraagt? Een Israëlische vlag heeft toch niets te maken met Europese politiek of problematiek? Dat ben ik heel erg met je eens. Toch vind ik het slechts een klein detail van wat ik daar zie op een Pegida-demonstraties. Ik zie daar nog veel grotere details die ik veel interessanter vind dan die Israëlische vlag. Hoewel ik vind dat hij er inderdaad niet thuis hoort. Het is een buiten-Europese vlag. Je hebt het over details die je ziet, waarvan jij vindt dat ze daar niet thuis horen. Noem eens iets. Die vlag wat je net vraagt, dat vind ik correcte vraag. Daar niet thuis horen? Inderdaad. Okay. Mag ik jou bedanken voor dit interview? Natuurlijk, graag gedaan. Constant, de DTG-bestuurders Arie Huisman en Martijn Oele die zijn destijds uit de NVU gestapt. Waarom? Martijn Oele die stapte op omdat hij een aantal persoonlijke redenen aandroeg. Hij wilde weg uit de politiek. En Arie Huisman die wilde denken aan zijn carrière op zijn werk. En dat waren de redenen. Meer kan ik er niet van maken. En het lijkt nou een klein beetje dat zij niet meer herinnerd willen worden aan hun eigen NVU-verleden. En we hebben Arie Huisman heel scherp aangesproken op de foto nu rechts naast ons, waarom hij bij een demonstratie in Ede op één been ging staan. Daar hebben we ontzettend veel negatieve reacties op gekregen. Constant, wat zijn de grootste verschillen tussen de PVV en de NVU? De NVU is een volksnationalistische partij. Die beroept zich op het Europa der volkeren en vaderlanden. En de PVV is meer een staatsnationalistische partij. Die zet meer in op integratie van de hier aanwezige buitenlanders, allochtonen. Terwijl wij van de Nederlandse Volksunie zoveel mogelijk inzetten op grenzen dicht. En zoveel mogelijk remigratie willen aanjagen van alle illegale, criminele en werkloze buitenlanders. Constant, wil je nog wat zeggen tegen de kijkers van de documentaire van de Nederlandse Volksunie? Jazeker. Ik hoop dat de mensen allemaal hebben gekeken die een wat genuanceerder beeld hebben gekregen over de Nederlandse Volksunie. Wij zijn een partij die feitelijk de grenzen dicht willen hebben, Nederland weer veilig en leefbaar willen maken en dat we baas zijn in eigen land. Tot ziens, tot de volgende keer allemaal. We do it live. It goes in eternity.